En Bob. Ja, oh mijn god, jij vies, stinkend joch. Die lokte zo hard. Zo verschrikkelijk hard. Dat is geen eens grappig meer. Yo, dames en heren, mijn naam is Don. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe CSGO Overwatch aflevering. Ik wil even volledig sell-out gaan. Like mijn fucking video. Koop mijn merchandise. En laat een reactie achter met: ik vind dit een leuke video. Got him. Oké, review evidence. En zo zijn wij aangekomen bij de eerste verdachte. Het is de 20e ronde en de verdachte staat 13 om 13 met een headshot percentage van 50% in deze helft. Het is dus 2, dus dat betekent automatisch, het is een cheater. Oh, wat? Daar was hij relatief snel bij. Of misschien hij kreeg doorgecommuniceerd. Yo, er komt er één bij mid door. Kijk, we moeten het feit dat mensen communiceren, moeten we niet onder de tafel schuiven. Oh, er komt er nou weer net één bij short. Er komt er één. Kijk, daar ga je hem toevallig. En een molotov bijna voor je mek. Oeh, die was fucking close. Voor zo'n snelle, nou, flickshot om het zo maar even te noemen. Oh god. Mooie smoke is dat. Jammer dat stump. You cannot stump the tr- Waarom moet hij nou weer net stump eten? Van echt alle mensen. Ik bedoel, nou, oké. Dan is fucking Trump is net verkozen tot de nieuwe president. En dan is er wordt altijd op het internet gezegd: cannot stump the Trump. En natuurlijk kom ik nou weer net in een potje terecht waarbij een gast Stump heet. Wat een enorme stumper. Maar meneer Stump, gaat hij hem pakken? Of toch niet? Of toch wel? Of toch niet? Of toch wel? Of toch niet? Oké, de verdachte hoeft nog vrij weinig te doen, want hij staat op... Ah, er komt er een, de verdachte. Dat is een mooie kill. Voor de rest is het tamelijk rustig, want de terroristen weten niet zozeer wat ze moeten doen. En ik heb nog eigenlijk... Er is me nog niet echt iets opgevallen. Ik bedoel, ja, tuurlijk, de verdachte speelt veel beter in deze tweede helft dan dat hij deed in de eerste helft. Misschien dat dat een reden is voor mensen, maar ja, dat heb ik al eens een keer uitgelegd van een momentum dat opeens dan aan je kant komt te staan. Maar... Zo, so, what the fuck, dat reactievermogen. Dat kan mogelijk aanduiden op een wallhack. Of wij hoorden het, maar dat was een relatief grote afstand, dus... Oké, de terroristen komen voornamelijk via short. Dit belooft wat. Oké, die grenade weet hij, dus hij weet dat er sowieso eentje zit. Oh, hij werd voor zijn mik geschoten. Door de kist heen daarentegen. What the fuck was dat? Dat kan niet. Dat is de grootste nonsens die ik ooit heb gezien. Waarschijnlijk niet de grootste nonsens die ik ooit heb gezien, maar ik hou graag een beetje van overdrijven. Maar hij bewoog en waarschijnlijk net, en hij zwiepte hem en hij bewoog. Maar waarschijnlijk net op het punt dat hij stil stond, schoot hij en dat daardoor het schot goed registreerde. Want anders is dat echt niet mogelijk op een andere manier. Oké, hij weet dat er eentje bij de window zit, dat is gewoon overduidelijk. Maar ik vraag me af hoe hij dit gaat oplossen, want ja, CT's, 2 AWP's, weet je, dat gaat niet zo goed, die hoorde niet. Ja, wist ook gelijk op de juiste manier te mikken, maar hij hoorde hem daarentegen, dus... Hij hoorde de smoke vallen vanaf short, dus hij weet dat er één persoon zit. Wow. Maar hij heeft elke keer van die hele gekke quickscopes, flickshots, hoe je het wil noemen. En die komen dan fucking verdacht dichtbij. Maar het is elke keer net niet goed genoeg. Oh, ja, daar zag je hem. Dan zie je zulke soort acties. Het is een hele snelle sniper dit. Hij neemt niet even zijn tijd voor een mooi schot, als het ware. Dus hij zit elke keer te hopen op die quickshots en... Als je het daarvan moet hebben, ja, dan moet je gewoon heel erg goed zijn. Oeh. Daar is er nog één. Daar is hij. En je bent dood. Ik weet niet, jongens. Ik denk dat deze gast gewoon goed communiceert met zijn teammaatjes, maar niet echt verdacht is of zo. Zijn score neigt er ook niet echt naar. Zijn headshot percentage neigt er niet naar. Zijn acties neigen er niet echt naar. Dus ik weet niet, deze gast ziet er schoon uit. Alleen, ja, dit dan daarentegen weer wel, weet je. Dit daarentegen dan weer wel. Dat hij even, voor een of andere reden, dan gaat hij, die ramp gaat hij omlaag om richting B te gaan. Opeens houdt hij op, dan loopt hij eventjes terug, ja, zie je. Ik denk toch, dat hij misschien wel wallhack zal hebben.
Of hij heeft al het geluk van de wereld. Dat kan ook. Maar die laatste twee schoten van net. Ik vind hem enigszins verdacht van Wallach. Enigszins. Maar dat is het ook zo'n beetje. Ik weet niet hoe ik het anders moet pinpointen. Hij blijft ook elke keer diezelfde angle houden. Deze angle. Doet hij elke keer. Maar als je dat doet, dan kan dit dus gebeuren. Het is niet de slimste short houder. Dat moet ik zeggen. Elke keer kan hij dus gepakt worden als hij die angle behoudt door een molotov. En dan is hij de lul. Daarom is het ook belangrijker dat je wat dieper, zeg maar, in short kijkt. Zodat je de... Wat doe je nou? Ik probeer iets uit te leggen en je zit stom tegen de muur te schieten. Daarom is het belangrijk dat je, zeg maar, wat meer short in kijkt. Zodat je, zeg maar, die molotov kan voorkomen. Zodat je je positie kan behouden. Zodat je dus het verdedigende voordeel behoudt. Maar het wordt hier erg druk. Zo! Zo! Oké, ik snap waarom hij gereport is. Ik snap hem. Dit is best verdacht. Oeh, die raakte niet zelfs nog. Ja. Is dit het? Wallach. I don't know. Twee lucky shots met een deagle. Is dat dan gelijk Wallach? Ik denk toch van niet. Ik kan fout zitten, maar daarom zijn er gelukkig meer Overwatch mensjes die dus hiernaar kijken en dus het beoordelen. Dus ik zeg van niet, maar als het wel zo is, dan heb ik er overheen gekeken. Dikke bok door! Verdachte nummer 2, welkom in de 13e ronde op dus 2. Onze verdachte staat 14-10 met 3 MVP-sterren en een headshot-percentage van 28%. Mooie decoy. Oké, we hebben dus met zo eentje te maken. Kan je eens alsjeblieft omhoog kijken, al wil ik... Oké, daarom deed hij dat dus. Oké. Ik denk dat ik wel weet waarmee we te maken hebben. Iemand met het mechaniek van de natte krant. Dat is wat ik ermee wilde bedoelen. Oh god, zijn crosshair placement. Zijn sensitivity. Zijn bewegingen. Zo naar. Oh. Was dat een aimbot? Zag je wat ik zag? Ja, of dat ligt gewoon omdat deze guy aan het laggen is. Maar hij heeft niet een al te hoge ping. 80, weet je. Het valt best mee. Maar daarentegen, hij schokkerde wel, zeg maar, op iemands hoofd. Maar waarom heeft hij dan een headshot percentage van 31%? Dat komt niet helemaal overeen, die statistieken en hetgene wat ik zie. Tenzij hij hem net pas aan heeft gezet. Dat kan ook. Oké. Yeah. Ik word hier niet vrolijk van. Zo, waarom schoot hij op die gast in de smoke? What the fuck? Wat de? Hij kon die guy nog helemaal niet zien. Heeft hij Wallach? Oh, wat een snoepert. We gaan eens kijken. Hij zag wel een beetje van... Oh my god. Oké, even kijken of hij pre-aimt op die ander. Soort van... Ik bedoel, zeg maar, voordat hij B opging... ging hij wel een beetje door de muur heen kijken. Niet specifiek... richten op de tegenstander. Maar een beetje door de muur heen kijken. Om te zien waar de tegenstander is. Hier, hij blijft helemaal niet lang op A. Rent gelijk terug. Misschien omdat ze geen maatje op short hadden. Maar hij weet al dat er twee personen in totaal zijn. Dat weet hij nu. Dat is confirmed. Oh my god, dat hij dat nog raak schiet ook. Ik zou eens een keer zo hysterisch moeten schieten met een USP op die afstand. Ja man, raak alles. Nou, eens even kijken hoe hij dit gaat aanpakken. Hij keek een beetje naar die persoon die er al boven liep. En, alsof hij het wist dat hij erachter zat, snap je? Even kijken of hij dat ook bij die ander doet. Oké, jongens, ik verdenk hem van wallhacken. Hoe denken jullie erover? Komt-ie. Stump! Cannot stump the fucking Trump. What the fuck doe je? Oh, komt meneer Woodpecker. Ja, nee, ik verdenk hem echt van Wallach. Op de momenten dat de tegenstanders eraan komen... Ja, tuurlijk, ze komen hard aanrennen. Weet je, maar niet iedereen heeft goed geluid. Ja, het is weer zo'n iffy. Het is weer zo'n verdomde iffy.
De verdachte gaat deze ronde trouwens wel 7 op 0. En wederom... Ja, hij stopt opeens, hè. Niet dat hij opeens wild doorliep, omdat hij Stump mogelijk door de muur zag aankomen. Ja, hij weet dat er eentje van lang komt, omdat zijn teammate is doodgeschoten. Ja, je bent nu wel erg verdacht. Oh god. Oké. Ik weet niet, dat had hij toch anders kunnen aanpakken als wallhacker zijnde. Kom op, schiet gewoon even. Of reload, doe gewoon iets. Ja, hier, dan krijg je dit. Als je een battle aangaat met 5 kogels. Met een silenced M4. Oh god. Ja, op het moment dat Toaster ging neigen, toen liep hij stil, hè? Zag je dat? Was gewoon de hele tijd aan het rondhuppelen. En toen Toaster kwam... Ja, nee, laten we maar even stil lopen. Ik weet niet, ik vind het erg verdacht allemaal. Nou, gaat meneer Woodpecker gelijk voor zijn mik geschoten worden? Ja, yeah. Gaat meneer Vulture dat ook krijgen? Die hoort hij niet. Ah, verdomme. Geef me dan gewoon even de goede situatie waar ik zeker kan weten dat die guy gewoon Wallach heeft. Ik wil even het overtuigende bewijs hebben. Gewoon even de finishing touch. De kers op de taart. Op de fly. Op de slagroom. Hier, wederom Stump. Oké, maar dit is een ritueeltje wat hij elke keer doet op die manier. Oké, flashbang. Ja, goed ontweken. Meneer Stump, de Trump. Oké, ja, dat is dezelfde angle als wat die andere guy ook had. Daar kijkt hij midden in. Schiet, ja. Zo, oké, dit is waarop hij is gereport. Ik snap het al. Maar het is geen aimbot. Ze liepen er gewoon in, wat dat betreft. Meneer Woodpecker. Maakt ook geluid. Verdomme, man. Kunnen jullie gewoon even allemaal stoppen met zo'n fucking noob te wezen? Zodat ik even normaal kan beslissen of deze guy Wallach heeft. Nu weet ik het alsnog niet zeker. Het is een beetje een 60-40, oké? 60% van mij denkt van wel. 40% toch van niet. Waardoor ik zo zit van... Ik zwaai hem erop. Zoals ik zei ook bij de vorige... Er zullen meer Overwatch mensen zijn die hiernaar zullen kijken. Ik denk het toch wel. Dikke bot door. En zo hebben we hier de derde en laatste verdachte voor vandaag. Het is de 16e ronde. Wederom op dus 2. De verdachte staat 16 om 12. Met een headshot percentage van 50%. Wat is de bedoeling? Gaat hij voor de Zepparino? Fucking Zepparino. Hoe wist hij dat hij daar in het hoenkie stond? Erg... Verdacht, never mind. Oh god. Hij heeft geen eens armor gekocht. Hij heeft weer een Zeus gekocht. En een fucking Krieg heeft hij. Wat? Mik omhoog, mik omhoog. Mik alsjeblieft omhoog. Mik schouderhoogte tenminste. Maar ik hoef geen voetjes te zien, jongens. Ik wil geen voet. Mik omhoog. Kom op. Fuck, ouwe. Weet je wanneer ik dit deed? Toen ik net begon met spelen. Toen ik echt een joch was. Ah, en hij zapt mensen. Dit is geen hoog skill niveau, dus ik weet niet waarom hij gereport is. Of hij heeft opeens dikke fucking Wallach, maar hij hoort deze man. En één bot lijkt me ook weer een beetje misschien, We shall see, we shall find out. We shall see that the fucking suspect gewoon weer een Zeus heeft gekocht. Ongelooflijk. Ik bedoel, hij gaat dat ook gewoon elke keer doen. Zijn team loopt hier, hij gaat in het hoekje staan, pak zijn Zeus erbij, zapt iemand. En wedden dat de CT's er elke keer in gaat stinken. Ja hoor, daar komt hij al. Daar komt hij, meneer Sonar. Maakt tering veel geluid. Stomme zak dat je er bent. Dit is misschien al de fucking derde keer dat dit je is overkomen. Oh god. Wow, dat was een snelle headshot. Ja, hij weet, wat is dit voor skill niveau? Oh. What the fuck? Is nog een headshot. Oeh, deze gun... Is wel echt cheater heaven. De mensen die niet zo subtiel willen cheaten, gebruiken namelijk deze gun. Komt-ie. What the fuck? Hoe is dat een headshot? Hij begon al met schieten voordat hij überhaupt in beeld was. Mogelijk Wallach. En het was ook nog een headshot. Oh my god. Hij heeft gewoon weer een Zeus gekocht. En hij heeft nu een AWP. Wat? Waarom zou je dit smoken? Dan maak je het alleen maar lastig voor jezelf. Wat doe je? Oké, flashbang. Ja, je wacht het af.
Solide. Wow! Zag je dat midden op zijn hoofd? Midden. Midden. Het was gewoon puur op het koppie. Volgens mij weet hij het. Volgens mij weet... Oh god. Oh god. Hij kijkt in zijn eigen flash. Maar ik verdenk hem ervan dat hij één mod heeft. Want zijn crosshair was echt midden op zijn kop. En op zich, ja, dat zou kunnen. Maar tering, wat verdacht. Oké, okay, oké, okay, nu gaat het gebeuren. Zo! Dat leek er wel op alsof het... Op, ja, doe het nog een keer. Doe het nog één keer. Flashbang, flashbang. Zo! Zo! What the fuck? Registreer gewoon even op dat hoofdje daar. Dan weet ik het. Dan weet ik het. Dat is dan het bewijs. Ook al is het nu echt een 70-30 aimbot verdachte. Maar ik wil de volle 100%. Geef mij de volle 100%. En gevarieerder dan je denkt. Ja, laat die lekker zitten. Ja, ja! Dat was hem! Dat was hem! Dat is wat ik wilde hebben. Get the fuck out of my game, man. Get the fuck out. Nu weet ik het. Hij werd gelokt door de muur heen. Wat een dwaas. Nu gaat het gebeuren. Huh? Oh, hij lokte niet door een smoke heen. Oh, dat is een slimme aimbot. Of we moeten pas van een bepaalde afstand zijn. Ik denk niet dat hij lokt door een smoke heen. Omdat het dan te verdacht zou zijn. Holy shit, dat is dan wat ge... Ja, zag je hem weer? Hij zat erop vast. Maar dat is dan echt een geavanceerde aimbot. In mijn tijd lokte hij gewoon door alles heen. En dan bedoel ik niet in mijn tijd van... Vroeger heb ik gecheat. Nee, maar vroeger lokte hij gewoon door alles heen. Was hij helemaal niet zo geavanceerd. Maar je zag hier overduidelijk dat hij niet door de smoke heen wilde lokken. Oké. Okay. De verdachte heeft ook geen zin om stil te lopen. Dus... Oh, nu... Wat? Ja, dikke lul. Dikke lul. Wallhack confirmed. Waarom mik je nou weer exact daar? Van alle plekken waar je had kunnen mikken, mik je specifiek daar. Zo, daar lokte hij nog even na. Zag je dat? Wat grappig. Doe het nu. Ja, wallhack. Moet wel. Of aimbot op zijn lichaam. Ik weet niet. Misschien is die aimbot ook, zeg maar, per wapen verschillend. Dat al heb je een AWP dat hij gewoon gegarandeerd op het lichaam mikt. Gewoon op de borst. Maar al heb je een of ander automatisch geweer of semi-automatisch, hoe je het wil noemen. Dat hij dan automatisch naar het hoofdje gaat. Want ja, ik bedoel, met een AWP, als schiet je op het lichaam, dan is het ook gewoon een kill. Dat zou nog best wel eens kunnen. En boom. Ja, oh mijn god, jij vies stinkend joch. Die lokte zo hard. Zo verschrikkelijk hard. Dat is geen eens grappig meer. Waarom zou je in godsnaam naar A toe gaan met de bom? Je gaat naar A toe met de bom. Terwijl B door een teammate confirmed is dat hij leeg is. Dit meen je. Oh mijn god, dit meen je. Oh. Nee, dit meen je. Die CT, hij loopt gewoon nog door. Ga naar A toe, ga naar A toe. Al gaat die CT naar B toe, hè. Huilen. Wat een ongelofelijke lamlul. Hé, man. Je teammaat werd net beschoten vanaf Lang. Waar is Lang? Die is toch bij A? Fucking idioot. Oh, die flashbang gaat nog verkeerd ook. Ja, goh, waar zou die zitten, hè? Waar zou die zitten? Hé, lekker lokken door het muurtje heen. Lekker lokken door de muur heen. Hij gaat het proberen. Wat? Oh, vieze, vies, vies, vies. Stink, stink, stink. Rot op uit mijn spel vandaan. Get the fuck out. Zeg maar gedag tegen je account. Hey, dat was hem ook weer. Ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je het leuk? Doe dan een duimpje omhoog. Wil je toevallig nog een aflevering hiervan zien? Dan moet je eventjes hier drukken. Of wil je abonneren? Druk dan eventjes daar. En dan zie ik je graag terug bij de volgende aflevering. Doei doei.